Dit is het werk van één en dezelfde 17e eeuwse kunstenaar. Zijn tekeningen en één schilderij zijn terug te vinden in belangrijke openbare verzamelingen en privécollecties in binnen- en buitenland. Het werk is fragiel en kwetsbaar door de techniek die hij gebruikte. Tekeningen in loodstift op perkament die vaak niet groter zijn dan het formaat van een hand. Als een kalligraaf signeerde hij zijn werk J. Topas of soms Johannes Topas. De eerste helft van de 17e eeuw ging het Holland voor de wind. Steden groeiden en het land was welvarend. Burgers vergaarden rijkdom door handel en nijverheid. Ze maakten kennis met vreemde culturen uit alle uithoeken van de wereld. Wetenschap en de kunsten bloeiden als nooit tevoren. Nederland werd een wereldmacht van formaat met als centrum Amsterdam. In die bruisende wereld van activiteit moet dit ongeveer het geluid van een 17e eeuwse stad zijn geweest dat dagelijks hoorbaar was voor de stedelingen. En in de buitengebieden klonk het platteland. Maar voor wie doof was, bestond deze lawaaiige wereld vol geluiden niet. Dit is de stille wereld van Johannes Topas. Omstreeks 1626 werd hij doof geboren in Arnhem als zoon van Johannes Pas en Humana van der Hagen. Hij groeit op in een gezin met een oudere broer Hermanus en twee oudere zussen, Jacoba en Margriet. 2 jaar na Johannes wordt zijn broertje Dirk geboren, maar die overlijdt al een maand na de geboorte. Maar weer 3 jaar later krijgt hij alsnog een jonger broertje, Lubertus. Over het leven van Johannes Topas is weinig bekend. Zijn naam komt hier en daar voor in de archieven en daaruit valt op te maken dat hij eigenlijk zijn hele leven onder de hoede van zijn familie leefde en dat vanaf de dood van zijn vader hij zijn hele leven onder voogdijschap heeft gestaan. Niet ongebruikelijk voor een dove in de 17e eeuw. Waarschijnlijk werd Johannes onderwezen binnen het gezin Topas via eigen handgebaren en geschreven taal. Een gestandaardiseerde vorm van dove-educatie bestond nog niet, hoewel men er wel van overtuigd was dat doven hetzelfde vermogen om te leren hadden als horenden. In 1620 had de Spanjaard Juan Pablo Bonet al wel zijn alfabet in gebarentaal gepubliceerd om met doven te kunnen spreken. Of Johannes Topas of zijn familie gebruik maakte van Bonets gebarentaal is niet bekend. In ieder geval werd hem geleerd te schrijven. Dat blijkt niet alleen uit de signatuur die hij op veel van zijn kunstwerken plaatste, maar ook uit de opschriften die op sommige tekeningen staan. Dit is geen onbeholpen of ongeoefend handschrift. Johannes Topas moet zijn onderwezen. Hij signeert zijn werk niet zozeer, maar hij kalligrafeert zijn naam. In 1640 is Humana met haar inmiddels 6 kinderen neergestreken in Utrecht, waar ze voor de 3de maal hertrouwt, nadat ook haar 2de man is overleden. In 1650 blijkt Johannes bij zus Margriet in te wonen. Uit de jaren 40 stamt het vroegste werk van Johannes Topas. Uit het niets, zo lijkt het, zijn daar ineens krachtige portrettekeningen in een uiterst verfijnde techniek. Zoals dit portret van een jonge dokter van Universiteit van Utrecht of dat van de vader van de jonge dokter. In beide gevallen is het tekenen op de vierkante millimeter met aandacht voor het kleinste detail. Als Johannes rond 1656 verhuist naar Amsterdam, trekt hij in bij zijn oudste zus Jacoba. Zijn portretten veranderen en ondergaan een grote verandering. Hij kleurt ze in met verf en in de achtergrond verschijnt Amsterdam. Alsof in dit geval Nicolaas Tulp, de man die ook door Rembrandt geportretteerd werd tijdens een anatomische les, voor een raam zit met uitzicht op het Amsterdamse stadhuis. Bij het portret van Tulp hoort een pendant met daarop zijn vrouw en ook daar is op de achtergrond de dam met een deel van de nieuwe kerk en het stadhuis te zien. De portretten zijn in dit geval ook veel groter dan die hij in Utrecht maakte. Een opvallend afwijkende tekening die hij maakte in zijn Amsterdamse periode is een kopie van een schilderij van Cornelis Cornelis van Haarlem. Gevoelig speelt hij hier met licht en donker. In dit geval heeft hij de tekening in loodstift met zwarte en witte verf met penseel van genuanceerde tonen voorzien. In 1668 duikt zijn naam op in Haarlem, als hij ingeschreven staat bij het Schildersgilde. Mogelijk is hij dan al jaren naar die stad verhuisd. In Haarlem treedt er weer een verandering op in zijn werk. In de achtergrond van zijn portretten verschijnen nu volledige landschappen, zoals bij het onbekende paar en het jongetje dat gekleed is als jager. Een soortgelijk beeld ontstaat bij de portretten die hij maakt wanneer hij naar Assendelft verhuist. Dit keer geen chique stadsburgerij, maar meer de bevolking van de kleinere dorpen in de Zaanstreek. Niet alleen is de geportretteerde afgebeeld in de lokale klederdracht, het platteland is ook dit keer op de achtergrond te zien.
En ook dit meisje is weer tot in het kleinste detail afgebeeld, zoals de Bijbel in haar hand. Het is haast een tijdloos portret dat mogelijk alleen gemaakt kon worden door een kunstenaar die zich volledig kon concentreren op zijn tekening, omdat hij zich als geen ander kon afsluiten van de rest van de wereld. Een portret gemaakt in stilte.